aan de heer Rutte namens de VVD. Mevrouw de voorzitter, ik wil hier eerst iets zeggen over mijn uitspraken in de media. Als eerste de uitspraak vorige week donderdag dat er geen debat zou komen. Die uitspraak had ik niet moeten doen. Op dat moment in mijn hoofd knetterde het staatsrechtelijk. Hoe moet je een debat doen met twee afgetreden verkenners? En ook de gedachte om dat debat te voeren met de minister van Binnenlandse Zaken, die vanwege een hele andere verantwoordelijkheid daar naar mijn gevoel niet bij zou horen, vond ik uiterst ingewikkeld. Maar het was een onverstandige uitspraak, omdat daarmee het beeld ontstond dat ik het niet nodig vond daar hierover te discussiëren. Ik ben daar terecht, zeer terecht, voor gekapiteld in de media. Dus die uitspraak had ik niet moeten doen. Daarvoor excuus. En als tweede heb ik in diezelfde interviews gezegd dat ik in mijn gesprek met de verkenners niet over Pieter Omtzigt heb gesproken. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Maar ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Heeft u nog meer opmerkingen op dit punt? Dan ga ik, ja, u stonden tegelijk op, dus het is even kijken. Ik begin bij mevrouw Marijnsen, mevrouw Ploemen, de heer Wilders. Mevrouw Marijnsen. Dank u wel. Pardon, ja, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor. Dit lijkt dus gewoon weer een oud staaltje. Ik heb er geen herinneringen aan. En waar kennen we dat van? En hoe vaak hebben we dat inmiddels niet gehoord van deze minister-president? En ik heb echt ook in de afgelopen uren naar dit debat gedacht. Welke verdediging zou hij hier vanmiddag brengen? Met welk verhaal zou hij komen? Maar echt het verhaal, ik heb er geen herinneringen aan, want dat begrijp ik. Ik heb naar eer en geweten, zegt de minister-president, ja, de pers te woord te staan. Voorzitter, dat had ik echt niet kunnen bedenken. Dus ik heb eigenlijk, nou ja, de duidelijkste vraag die ik aan Mark Rutte zou willen stellen is, hoe ziet hij eigenlijk zelf nog dat hij geloofwaardig verder zou kunnen? De heer Rutte. Voorzitter, ik lieg niet over wat mij bijstaat aan dat gesprek van afgelopen maandag. Ik heb daar een verkeerde herinnering aan, dat blijkt nu. Het is anders gegaan dan ik dacht, maar ik lieg daar niet over. En ik kan u ook zeggen wat daar mogelijk de verklaring voor is. En dat is dat wat er staat in die tekst ook precies is hoe de VVD erin zit. De VVD heeft geen opvatting over wat Pieter Omtzigt wel of niet zou moeten gaan doen na de verkiezingen. Dat is geheel aan het CDA. Ik heb dat ook besproken met Wopke Hoekstra na de verkiezingen en nog voor het gesprek met de verkenners. Ik had Wopke Hoekstra een aantal dingen zien zeggen over Pieter Omtzigt mogelijk als minister in een toekomstig kabinet. En ik heb hem na die verkiezingen en voor het gesprek met de verkenners heb ik hem gevraagd allereerst hoe is het met Pieter Omtzigt zelf en twee, weet van de VVD dat er geen bezwaar is tegen Pieter Omtzigt als minister als dat jullie wenst zou zijn. Dat hield hij overigens volledig af. Niet zozeer Pieter Omtzigt, maar kabinetsdeelname, dat zien we ook in de stukken. Dus de enige verklaring die ik heb is dat dat in mijn hoofd zat, omdat we kort daarvoor erover gesproken hadden. Maar ik heb geen enkele herinnering dat ik dat ook weer heb opgebracht bij de verkenners. En dat is de waarheid, mevrouw Marijnissen. Mevrouw Marijnissen. Voorzitter, ongelooflijk. De eerste vraag als je binnenstapt bij de verkenners is, wat is uw duiding van de uitslag? En in het VVD-verslag, dus het gesprek van Mark Rutte, staat als eerste punt bij duiding van de uitslag de naam van Pieter Omtzigt. Precies die naam waarvan de minister-president nu al bijna een week volhoudt dat hij daar niet over heeft gesproken. Het is notabene het eerste waarschijnlijk wat u heeft opgebracht in dat gesprek. En het gaat hier niet om wat misschien mooi zou zijn voor Pieter Omtzigt. Het gaat erom dat u daar heeft gezegd, want dat is wat er staat, daar moeten we wat mee. Dat heeft u dus ingebracht. Dat is niet door iemand anders opgebracht, dat is door u opgebracht. En waarom, als dat zo is, waarom heeft u daar dan afgelopen week over gelogen? Voorzitter, ik heb niet gelogen. Het blijkt, als je het verslag ziet, dat het wel over Omtzigt is gegaan, maar wat ik net heb gezegd is naar eer en geweten.
En die herinnering was dus fout en dat betreur ik. Maar wat daar inhoudelijk staat, is precies hoe de VVD erin zit en zoals ik dat ook tegen onze collega Wopke Hoekstra heb gezegd. Ja, mevrouw Marijnsen. Hoe denkt deze minister-president nog geloofwaardig door te kunnen? Als nu werkelijk het verhaal is, ja, mijn herinneringen waren niet juist. Dat kennen we inmiddels van Mark Rutte. Dat hebben we te vaak gezien. We hebben te vaak gezien dat er verscholen werd achter herinneringen die er niet waren. Het is een week, meneer Rutte, zeg ik via u, het is een week hierover gegaan. Een week lang heeft de Kamer moeten zoeken, vragen, spitten, nog een keer zoeken, vragen, spitten, nou, om deze informatie boven tafel te krijgen. En nu begrijpen we allemaal waarom het zo moeilijk was om die informatie boven tafel te krijgen. Want het is niet alleen door u opgebracht in het verslag. Nee, uw verkenner, mevrouw Jortsma van VVD-Huizen, die is ook actief op pad gegaan om te gaan kijken of er misschien niet iets leuks voor Pieter Omtzigt is te regelen. Dat komt dus uit uw koker. Dat komt dus uit de koker van de VVD. U heeft dat opgebracht in dat gesprek. En waarom geeft u dat niet gewoon toe? Waarom geeft u niet gewoon toe dat dat gewoon fouter dan fout is? De heer Rutte. Mevrouw Marijnissen, de discussie de afgelopen week gaat over het vraagstuk Pieter Omtzigt elders. En dat is volgens mij niet in het kabinet. Dan praat je volgens mij echt over iets elders. En we hebben Wopke Hoekstra aan de campagne een aantal keren horen zeggen, als we gaan regeren, dan zou voor ons heel goed mogelijk zijn dat Omtzigt minister wordt. Ik heb met hem gedeeld dat wat betreft de VVD ook prima zou zijn, zouden we gezamenlijk in het kabinet komen te zitten. Hij zei, en dat begrijp ik, prima wat je zegt over Omtzigt, maar ik ga met jou niet praten over kabinetsdeelname. Want daar zijn we absoluut niet aan die discussie zijn we absoluut niet toe. En mogelijk zijn we er wel helemaal nooit aan toe. Dus daar was hij ook volstrekt helder over. En dat is ook precies hoe de VVD erin zit. Dat wat ons betreft, Omtzigt, als dat nodig, hè, als dat de wens zou zijn van het CDA in de Kamer of in het kabinet, dat is voor ons allemaal goed. Daar hebben wij geen opvatting over. Mevrouw Ploemen. Ja, voorzitter, dat is werkelijk ontluisterend. Eerst spreekt de minister-president in zijn gesprek met de verkenners over onze collega Omtzigt. Dan spreekt een van de verkenners, diegene van VVD-Huizen, ook over collega Omtzigt. Die zou dan Kamervoorzitter moeten komen worden. Dan zegt de minister-president, niemand gaat hierover uitleggen en verantwoording afleggen. En dan blijkt, waar deze Kamer eigenlijk al een week lang om vraagt, dat de informatie, dat daaruit blijkt dat de minister-president gewoon gelogen heeft. Dus ik stel nogmaals de vraag, hoe denkt u geloofwaardig verder te kunnen? De heer Rutte. Ik heb niet gelogen. Ik haal dat nog een keer ook in de richting van mevrouw Ploemen. Ik heb niet gelogen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. En de verklaring die ik heb, hoe het kan zijn dat het er langs deze lijnen over ging en ik me dat dus niet herinner, is dat wat daar staat op zichzelf precies is hoe we erin zitten, waar ook niets geheims aan is, wat niet merkwaardig is. Want er is wel degelijk ook in de campagne gesproken over Omtzigt als minister. Daar hebben Hoekstra en ik het ook over gehad. Elke andere optie die het CDA zou wensen in een combinatie waarin we weer samen zouden gaan regeren is voor de VVD ook prima. We hebben daar simpelweg geen opvatting over. Dus wat daar staat in die aantekeningen is ook precies de opvatting van de VVD. Namelijk dat wij daar niet over gaan en alles wat het CDA zou wensen na verkiezingen wat ons betreft mogelijk is. Uiteraard pas als je ook echt kunt gaan formeren op de inhoud. En daarvan heeft Hoekstra, dat zie je ook in dit verslag en ook in mijn richting, gezegd, als het al ooit gebeurt, ik ga het er niet met je over hebben, dat wordt heel ingewikkeld. Mevrouw Ploemen. Voorzitter, het is volstrekt ongeloofwaardig wat de minister-president hier zegt. Hij heeft gesproken over onze collega Omtzigt in zijn gesprek met de verkenners. Dat gesprek heeft 3 kwartier geduurd, zijn een aantal onderwerpen aan de orde gekomen. 1 daarvan is Omtzigt. Het is echt onbegrijpelijk en ontluisterend dat de minister-president blijft ontkennen dat hij daar een herinnering aan heeft. En dat is wel de waarheid. Mevrouw Ploemen, zeg ik via de voorzitter tot haar. Ik sta hier niet te liegen. En nogmaals, wat daar ook staat, is niet iets wat afwijkt van wat de VVD vindt of wat vreemd zou zijn en heeft ook niets te maken met de discussie die afgelopen week is ontstaan over Omtzigt, functie, elders. Dan praten we toch niet over het kabinet, neem ik aan. De heer Wilders. Ja, voorzitter, heel Nederland weet inmiddels dat de heer Rutte het woord de waarheid waarschijnlijk niet eens kan spellen. Hij heeft de boel voor de gek gehouden. Hij heeft Nederland voorgelogen. En nu snap ik ook waarom hij vorige week bij de NOS, toen hij de vraag kreeg, meneer Rutte, heeft u over Omtzigt gesproken? Nee.
En daarna moet er verantwoording over afkomen. Nee, nee, geen verantwoording. Hij wist natuurlijk dat hij tegen de lamp zou lopen als er een debat zou komen. En toen we hier gisteren zaten te vergaderen en hij u alle pogingen heeft gedaan om het allemaal smoezen te proberen ook de stukken niet naar de Kamer te krijgen. U wist dat u tegen de lamp zou lopen, meneer Rutte. U bent een geboren leugenaar. Het spijt me dat ik het moet zeggen. U heeft de boel verziekt. En realiseert u zich nou niet dat uw tijd geweest is? Dat u met dit optreden, door weer te zeggen dat dit er zogenaamd geen herinnering, voorheen was het geen actieve herinnering, altijd 10 jaar lang smoesjes. En die Nederlander die heeft er onderhand schoon genoeg van. Realiseert u zich nou niet dat u hiermee uw hand heeft overspeeld? Dat het voorbij is. Dat de tijd Rutte voorbij is. Dat Nederland nu ziet wie u werkelijk bent. Een leugenaar. Voorzitter, ik heb juist het pleidooi hier gehouden om van de 17 verslagen er één openbaar te maken, namelijk het mijne, en de andere niet, om daarmee te voorkomen dat wat er allemaal in verslagen zou kunnen staan aan persoonlijke opmerkingen, het vormen van een nieuw kabinet verder zou kunnen problematiseren. Dus ik heb je gisteravond voorgesteld, maak mijn verslag, maak mijn aantekeningen, maak die allemaal openbaar. In de absolute overtuiging dat ik daar niet had gesproken over Pieter Omtzigt. Wat daar vervolgens staat, is niet iets vreemds. Er staat niet Pieter Omtzigt functie elders. Daar staat precies in wat de VVD ook vindt, namelijk dat wij daar niet over gaan. En dat als die wens van het CDA er zou zijn, dat dat voor ons prima is. In een geval waarin het CDA zou gaan meeregeren. En nogmaals, daar geven ze op dit moment geen sjoegen voor. Heer Wilders. Nee, dat geeft ze dus ongelijk. Om nu met Rutte te gaan regeren is politieke zelfmoord, mevrouw de voorzitter. Ik had gewoon een leugenaar regeren. En gisteren stemde u inderdaad op het allerlaatst toen u zag dat er gewoon een Kamermeerderheid voor was. U ging net zoals dat u vorige week op het allerlaatste moment zei, oké, ik steun toch een debat, net met mevrouw Kaag ook op het allerlaatst, toen er al een meerderheid was. Toen koos u eieren voor geld. Ja, u wist het gaat toch gebeuren, dan kan ik maar beter meedoen. Maar wat u had moeten doen, u had vorige week in die 7 dagen tijd tussen uw optreden voor de pers en het uitlekken van het briefje van mevrouw Ollengren. En nu had u gewoon de waarheid moeten vertellen. Had u gewoon moeten zeggen, jongens, het is zo, ik moet wel een debat. En ik heb wel over de heer Omtzigt gesproken. Niet alleen ik, maar ook mevrouw Jorritsma, die een Kamervoorzitter wilde worden. U denkt toch niet dat wij in Nederland geloven als u een half uur of een uur een gesprek heeft. En mevrouw Jorritsma heeft het over de heer Omtzigt die dan eventueel Kamervoorzitter moet worden. En u heeft het over de Omtzigt die dan minister moet worden. Dat u dat allebei, toevallig allemaal, alle drie tegelijk, dat u dat zich niet kan herinneren, dat is toch totaal ongeloofwaardig? U staat hier toch gewoon te liegen met een neus, een Pinocchio-neus van hier tot in Zuid-Amerika? Dat kan gewoon niet, meneer Rutte. Het is voorbij met u. U heeft Nederland 10 jaar voorgelogen. Nu hebben we het met elkaar allemaal gezien. En ik zou u willen vragen, hou de eer aan uzelf en stap gewoon op. Voorzitter, ik sta hier niet te liegen. Ik spreek hier de waarheid. En de waarheid is dat ik naar eer en geweten de pers vorige week te woord heb gestaan. En de waarheid is ook dat ik mijn mond had moeten houden over wel of geen debat. Daar ben ik net ook mee begonnen. Daar heeft de heer Wilders absoluut een punt. En dat zat hem erin dat ik op dat moment mezelf afvroeg, hoe doe je een debat met afgetreden verkenners? Daar heeft de voorzitter een goede oplossing voor gevonden door te zeggen, die afgetreden verkenners kunnen op persoonlijke titel dat debat doen. Ik sta hier, meneer Wilders, de waarheid te vertellen. Ik sta hier niet te liegen. Dit is de waarheid. Ik heb de heer Klaver, de heer Hoekstra, de heer Azarkan, mevrouw Ouwehand, de heer Segers, mevrouw Kaag en de heer Van der Staaij. Dan geef ik nu het woord aan de heer Klaver en daarna aan de heer Hoekstra. De heer Klaver. Voorzitter, de heer Rutte zegt eigenlijk, I'm not a crook. En we weten wat dat betekent als je dat zegt, als je hier moet gaan ontkennen. Of zegt, ik ben geen leugenaar. Dit hele verkenningsproces is afgelopen week totaal de vangrail ingereden. En eigenlijk is Mark Rutte daar zelf voor verantwoordelijk. Hij is de grootste partij geworden, heeft hier grote verantwoordelijkheid in het vormen van het nieuwe landsbestuur. Maar doordat hij een week lang niet de waarheid heeft gesproken over wat hij heeft gezegd bij de verkenners, zijn we een week lang op zoek geweest naar de waarheid. En daardoor konden we niet verder. En voorzitter, dat neem ik, Mark Rutte, als fractievoorzitter van de grootste partij in de Tweede Kamer, kwalijk. Waarom heeft u hier niet eerder de waarheid over gesproken? Voorzitter, ik heb dat net uitgelegd. Ik heb de pers naar eer en geweten te woord gestaan. En daar verteld wat ik wist of niet wist. En wat er uiteindelijk in dat verslag staat, is ook helemaal niets spannends. Want dat had ik ook al een keer met Wopke Hoekstra, de lijsttrekker en latere fractievoorzitter van het CDA, besproken. Daar staat niet in Omtzigt, functie elders. Daar staat niet in
kan hij buiten Den Haag. Daar heeft de VVD geen opvattingen over. Pieter Omtzigt en ik hebben vanaf dat hij de pensioenen deed, toen ik staatssecretaris was, tot en met in deze baan de Europese debatten voorbereiden, hebben we altijd heel goed samengewerkt. Er is helemaal geen motief en het is ook niet gebeurd. Dus wat hier speelt is dat ik daar zeg, als er tot een kabinet zou komen en Hoekstra zou de wens herhalen om hem minister te maken, is dat voor de VVD prima. Voorzitter, de heer Klaver. Als dit de uitleg was geweest een dag nadat dit naar buiten was gekomen, dan had ik me er nog wel iets bij kunnen voorstellen. Maar nu, een week later, pas nu we op schrift hebben, na lang doorvragen van de Tweede Kamer, komt deze uitleg. Dat is problematisch. En mag ik in herinnering roepen, meneer Rutte? We gaan terug naar begin 2018, het begin van het kabinet waar u nog steeds premier van bent. Toen ging het, dat zei u dat u geen enkele herinnering had of memo's over de plannen van de dividendbelasting. En ook in 2018 zei u, ik heb geen actieve herinnering aan het feit of u wist dat Halbe Zijlstra zijn bezoek aan Poetin had verzonnen. En in de nasleep van de TV-deal zei u dat u geen concrete herinnering had aan een telefoongesprek. In november 2019 zei u nog over de slachtoffers in Hawija, ik heb geen herinnering aan dat ik geïnformeerd ben, op geen enkele wijze. Iedere keer, meneer Rutte, als u in de problemen komt, dan laat uw geheugen u in de steek. En nu voor het eerst, in die 10 jaar, ligt er keihard bewijs dat u het wel heeft gezegd. En dat is waarom u zo verontwaardigd de Kamer tegenover u heeft. En ik zou u het bescheiden advies willen geven, wees echt eerlijk. Zeg gewoon wat u daar heeft gezegd en nu draait u eromheen. U had een week eerder met dit verhaal moeten komen. Dat heeft u niet gedaan. Dat is een grote fout geweest. En u moet met die politieke consequenties zien te leven. Meneer Klaver, ik ben hier eerlijk. Als ik hier zeg dat ik naar eer en geweten de pers te woord heb gestaan, dan ben ik eerlijk. En als u die verschillende momenten terughaalt uit 2018 en 2019, per geval kan ik u precies aantonen hoe dat zat en dat ik daar de waarheid heb gesproken. Per geval, ieder van die 4 voorbeelden die u noemt. Tot slot op dit punt, de heer Klaver. De afgelopen 10 jaar is een aaneenschakeling geworden van een patroon waarin Mark Rutte als premier, hij staat hier als fractievoorzitter, maar als premier in de problemen kwam. En op ieder cruciaal moment zei hij dan, ik was mijn handen in onschuld, ik heb hier geen herinnering aan. Dat is wel heel toevallig. En ook nu weer, eerst ontkennen dat je iets over Pieter Omtzigt hebt gezegd. Ik heb zelf ook dat gesprek gevoerd bij die verkenners. Ik heb natuurlijk ook me afgevraagd toen dit begon te spelen. Wat heb ik eigenlijk allemaal verteld? Ik ben daar teruggegaan. Dat heeft iedereen hier gedaan. En dan zeggen, na een week lang, met alle commoties die er is, ja, ik wist het echt niet. Het is een patroon, meneer Rutte. Op al die momenten zei u, iedere keer als u in de problemen kwam, dan is uw laatste lifeline, ik heb er geen herinnering aan. Ik ben tot veel bereid. En tot vergeving. En om, als er fouten zijn gemaakt, om te zeggen, dit moet beter of dit moet anders. Maar één ding accepteer ik niet, en dat zijn leugens. Ik spreek hier geen leugens, voorzitter. Ik spreek hier de waarheid. Als ik zeg dat ik op dat moment, aan beste eer en geweten, de pers te woord heb gestaan. En wat de heer Klaver doet, die zegt, er is een directe link tussen die uitspraak Omtzigt functie elders en dat stuk aantekening in het verslag van mij. Dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Dat moeten we dadelijk vragen aan de verkenners waar die uitspraak vandaan kwam. Maar van mij kan ik alleen zeggen dat ik daar niets anders heb gezegd als ik dat verslag teruglees dan iets wat voor de VVD al lang zonneklaar was. Maar waarvan ik me oprecht niet herinnerde dat ik dat zelf aan de orde had gesteld in dat gesprek. En dat is de waarheid. De heer Hoekstra. Ja, voorzitter, we zijn nu 2 weken bezig. En wat een totale, maar dan ook totale rotzooi is dit geworden. En binnen die rotzooi hebben we de discussie nu al een week lang over wat er door wie gezegd is in die verslagen. En ik herken wat de heer Rutte net zei over het gesprek dat hij en ik hebben gevoerd. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kan het nou dat dat gesprek, wat hem heel helder voor de geest staat en wat overeenkomt met mijn eigen herinnering, dat hij zich dat heel goed herinnert en dat hij en de beide verkenners zich niet herinnerden dat het ook over Pieter Omtzigt is gegaan op die bewuste maandag. Er waren 3 politiek verantwoordelijken waren daar aanwezig. De 2 verkenners en de heer Rutte. En alle 3 hebben ze dat gedeelte van het gesprek, wat mij geen trivialiteit lijkt te zijn in het gesprek, konden ze dat stuk niet zich herinneren, konden ze dat niet reproduceren. En mijn vraag aan de heer Rutte is hoe dat kan. Nee, dat vind ik een zeer terechte vraag van de heer Hoekstra. En ik baal je ongelooflijk van, want het is waar. Hè? Wij spraken na de verkiezingen samen over Pieter Omtzigt. Ik heb hem toen actief opgebeld en gezegd, luister, ik heb dat gezien, nou, wat ik net zei, en de heer Hoekstra reageerde zoals ik net schetste, hoe hij daarop reageerde.
En ik heb op geen enkele manier de herinnering dat dat ook terug is gekomen in het gesprek met de verkenners vorige week maandag. Op geen enkele manier. En de conclusie van sommige anderen dat daar mogelijk het zinnetje uit voortkomt, ontzicht functie elders, vind ik wat korter de bocht. Dat zegt niet de heer Hoekstra, maar dat zijn de anderen. Omdat een functie elders volgens mij niet een functie in het kabinet is. Maar goed, dat laat ik even aan de verkenners om toe te lichten. Zou een vraag aan hen kunnen zijn of zij enig idee waar dat vandaan kwam. Maar feit is dat het, en ik vertrouw degene die het verslag maakte, volledig, als ze opschrijven, dit is zo besproken. Maar dat ik daar zelf dus geen herinnering aan heb en daarover echt hier de waarheid spreek. De heer Hoekstra. Ja, voorzitter, ik wil toch mijn vraag herhalen. De vraag over hoe het kan. Omdat we ons allemaal kunnen voorstellen. We hebben allemaal, Klaver zei dat denk ik net terecht. We hebben allemaal zit je af te vragen. Wat heb ik eigenlijk in het half uur of in die drie kwartier of in het uur? Wat heb ik allemaal gezegd? En dat je daarin trivialiteiten vergeet. Dat begrijpt denk ik elke televisiekijker. Dat begrijpt iedereen. En er zijn ook dingen die ik vanochtend heb teruggelezen. Waarvan ik dacht, oh, dat is opmerkelijk. Want daar heb ik kennelijk nog wat over gezegd. Maar dat ging niet over de hoofdlijn. Dus in de hoofdlijn van het verslag kon ik precies teruglezen elk van de onderdelen waar ik ook een zeer actieve herinnering aan had. Daar kon ik in teruglezen wat ik heb gezegd over de positie van het CDA. Daar kon ik in teruglezen wat ik heb gezegd over de uitslag. En daar kon ik teruglezen wat ik heb gezegd over de inhoud, namelijk niks. En mijn vraag aan de heer Rutte is hoe het kan dat hij en de beide verkenners dit specifieke buitengewoon gevoelige punt niet kunnen reproduceren. De heer Rutte. Ja, voorzitter, dat weet ik niet. Ik kan alleen zeggen dat ik er ongelooflijk van baal. Dat ik hier de waarheid spreek als ik hier zeg dat ik naar eer en geweten die media te woord heb gestaan. Als ik me dit zou hebben herinnerd, was er ook geen enkel probleem geweest om dat naar buiten te brengen. Want er zit niks brisants aan de mededeling ontzicht minister. Immers, dat was door de heer Hoekstra ook zelf gesuggereerd in de campagne. Daar is niets brisants aan. Dat is ook echt iets anders dan ontzicht functie elders. Dus het motief ontbreekt. Het is een lijn met het gesprek dat Hoekstra en ik gehad hebben. Maar feit is dat ik hier de waarheid spreek, dat het mij niet bijstaat, dat het aan de orde is geweest in het gesprek en ik uiteraard het verslag volledig accepteer dat het wel aan de orde is geweest. De heer Hoekstra. Er is één ding, is natuurlijk buitengewoon brisant. En ik zeg nogmaals, het is in die context van een totale, maar dan ook totale chaos, waar we ons allemaal, waar we met verbijstering naar zitten te kijken. We zijn nu 2 weken bezig, ik zeg het nog een keer, 2 weken bezig. En ik denk dat iedereen in Nederland zich diep zit te schamen voor wat de politiek hier laat zien. En daarbinnen zijn we al een week bezig met wat is er door wie op welk moment tegen de verkenners gezegd. Dat is namelijk het tweede stuk. Dat is de chaos binnen de chaos. En dat weten we nu. En dat is het brisante, zou ik willen zeggen, ook tegen de Rutte. Het brisante is natuurlijk dat het wel degelijk is gegaan over onze Pieter Omtzigt. Dat wel degelijk in een van die gesprekken naar voren is gekomen. Vervolgens door 3 van de politiek aanwezigen, de enige politiek aanwezigen, niet is gereproduceerd. Sterker nog is gezegd, het is niet naar voren gekomen. Dat is het brisante. Klopt. En daar gaat dit debat over. Daar gaat ook de toonhoogte van dit debat over. Dat analyseert Hoekstra volgens mij van A tot Z correct. Alle woorden die hij daarover uitspreekt kan ik alleen maar delen. Feit is dat er geen enkel motief is om door mij, als ik me dit herinnerd had, vorige week naar buiten te brengen. Ja, ik heb het over Omtzigt gehad, maar in de context van, waar ook eerder door die Hoekstra zelf over gesproken is, een positie eventueel, als het CDA het zou wensen, als ze al überhaupt mee gaan onderhandelen in een kabinet. Iets anders dan waar de grote problematiek over ontstond, functie elders. Dus ik heb ook geen motief om dat toe te dekken, maar los daarvan, ik spreek hier de waarheid. Ik heb naar eer en geweten die pers te woord gestaan. En ik kan niet meer doen dan het met Hoekstra eens zijn, maar op het moment dat ik naar eer en geweten die pers te woord sta en dus hier niet staat te liegen, is het voor mij ook niet mogelijk om dat precies verder te analyseren. Dan, ik weet niet, ja, ik zie u aardig, u mag terugkomen. Meneer, even voor de helderheid, want ik hou alsjeblieft de afstand, want anders moet ik 200-300 mails beantwoorden waarom wij niet het goede voorbeeld geven. En dan heb ik mevrouw Ouwehans, de heer Segers, mevrouw Kaag, de heer Van der Staaij, mevrouw Simons, de heer Eertmans, mevrouw Van der Plas en de heer Dassen. Dan ga ik, en kunt u gewoon gaan zitten, als u straks aan de beurt bent, roep ik gewoon uw naam, maar u mag ook staan als u gewoon afstand houdt. De heer Azarkan. Voorzitter, er is echt een vraag die op mijn lippen brandt en ik zal hem ook uitspreken. Op welk moment, oftewel wanneer, heeft minister-president Rutte zich gerealiseerd dat hij gelogen had, terwijl hij dat niet had willen doen? De heer Rutte. Ik heb niet gelogen, voorzitter. Dat heb ik net toegelicht. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Ik heb niet gelogen. De heer Azarkan.
Voorzitter, ik krijg een antwoord op mijn vraag. Op welk moment heeft de heer Rutte zich gerealiseerd dat hij wat hij vertelde niet overeenkwam met datgene wat er opgeschreven stond? Ja, dat hebben we toch allemaal kunnen zien. Toen de stukken naar buiten kwamen, wisten we dat toch? Tot slot. Voorzitter, dit is gewoon niet geloofwaardig. Er staan honderden ambtenaren tot de beschikking van deze minister-president. We hebben twee verkenners met een gevolg, met een ondersteuning. Als op enig moment, vorige week, een week geleden, duidelijk wordt dat er iets is geschreven over een Kamerlid die aan de kant moet worden gezet. Voorzitter, dat is gewoon echt leugenachtig als de heer Rutte zegt, ik heb eigenlijk pas in de loop van vandaag, toen ik zelf nog eens even terugkeek naar die verslagen gezien, dat ik het toch over de heer Omtzigt gesproken heb. Hoe geloofwaardig vindt de heer Rutte dat zelf? Nou, dat ga ik de heer Azarkan precies uitleggen. Want die ambtenaren die daar zitten, die zijn volledig afgescheiden van het ministerie van Algemene Zaken waar ze daarvoor werkten. De laatste keer dat ik hen dag heb gezegd was op 17 maart, de dag van de verkiezingen. Ik heb twee van hen toegeknikt op het moment dat ik daar aanschoof voor het gesprek. Ik heb met hen geen contact gehad. Ze zijn nu in dienst van de Tweede Kamer. Ik heb geen contact met ze gehad. En zo hoort dat ook. Dus het is op geen enkele manier een mogelijkheid dat zij hadden kunnen zeggen, Mark, je maakt een fout. Dat had nooit gemogen, hadden zij nooit mogen doen. Dat zou hun integriteit ernstig hebben geschaad. Dat kan dus niet. En dus toen ik zei tegen de NOS en tegen RTL, ik heb niet over Pieter Omtzigt gesproken, konden zij onmogelijk zeggen, in onze aantekeningen staat dat er tenminste één opmerking wel is gemaakt, namelijk Pieter Omtzigt minister. Dat konden zij niet doen. Dat is de waarheid. Mevrouw Ouwehand, iedereen heeft 2 tot 3 vragen gesteld in deze ronde. We zijn net begonnen, dus ik ga naar mevrouw Ouwehand. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, we hebben eerder met de minister-president van gedachten gewisseld dat er eigenlijk geen goede uitvlucht meer is. Want of je kent het verschil niet tussen een leugen en de waarheid. Dat zijn minpunten als je het land zou willen leiden. Of je hebt een dermate slecht geheugen dat je voor het land ongelooflijk belangrijke dingen niet meer herinnert, dan ben je ook af. Dus de heer Rutte kan geen kant op. Mijn vragen zijn de volgende. Spreekt hij hier namens, en is dit afgestemd met de VVD-fractie? Want de Partij voor de Dieren kijkt alvast vooruit. De heer Rutte kan niet verder, maar hoe zit het met die VVD? Staat de VVD achter het verhaal dat de heer Rutte hier uitspreekt namens de VVD-fractie? Zeker. Oké, dat is dus antwoord 1. Ja, vraag 2. Op welk moment hebben de oud-verkenners contact gehad met de heer Rutte nadat we op het papiertje van mevrouw Ollongren hebben gezien positie, Omtzigt, functie elders? Ik heb met hen menselijk contact gehad. Zeker mevrouw Ollongren, die natuurlijk geraakt was door COVID-crisis vorige week donderdag. En ook met mevrouw Jorisma contact gehad over de ellende die zich had voorgedaan. We hebben niet inhoudelijk gesproken. Ik heb ze beide gevraagd. Natuurlijk klopt het wat jullie op papier zetten. Namelijk wat de nieuwe verkenners op papier hebben gezet. Dat het er niets over is gegaan. Ja, zeggen ze, dat klopt. Tot slot, mevrouw Ouwehand. Nou, voorzitter, ik wil een beroep op u doen dat we wel antwoord krijgen op de vragen. Want het was een heel mooi verhaal. Maar het was geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was, wanneer? Nadat we op het papiertje hebben kunnen zien, positie Omtzigt, functie elders, wanneer? Heeft de heer Rutte contact gehad met de verkenners? En mijn volgende vraag is, is er met de verkenners voor dit debat afgesproken wat hun verdedigingslinie gaat zijn? Want de heer Rutte zegt nu, de verkenners moeten maar verklaren hoe dat in de stukken terecht is gekomen. Wat de indruk wekt dat er is afgesproken met één of allebei dat zij geslachtofferd worden zodat de heer Rutte door. Nee. Ik wil graag antwoord op die dat vraag. Dat tweede is pertinent onwaar en het eerste heb ik net beantwoord. Ik heb ze allebei gevraagd, klopt ook mijn herinnering, dat we het er niet over hadden. Toen zeiden ze, ja, dat klopt. En wanneer was dat? Ja, dan ga ik naar... Dat was die donderdag en vrijdag. Goed, de heer Segers. Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen? Nee, mevrouw, als ik het bij u doe, moet ik iedereen 17 keer ook nog een keer. De heer Segers. Als eerst een paar hele korte vragen, mevrouw de voorzitter. De eerste, erkent de heer Rutte dat er inderdaad gesproken is over Pieter Omtzigt, terwijl hij heeft gezegd dat dat niet het geval is. Ja, inmiddels, als je het ziet, en ik vertrouw deze ambtenaren 100%, die zijn van hoog niveau en totaal betrouwbaar. Als zij dat opschrijven, dan is dat zo.
Erkent de heer Rutte ook dat er niet alleen is gesproken over ministerschap, maar dat er ook is gesproken over kamervoorzitterschap? Dat stukje kan ik niet vertaald krijgen. En over dat ministerschap staat me al niet bij. En over dat kamerlidmaatschap of kamervoorzitterschap, wat is het? Ook niet. En wat er precies staat, kan ik ook niet precies... Er zijn aantekeningen van een van de ambtenaren die dus een hele conversatie uitschrijven eigenlijk. En dat gaat over wat ik kan ontcijferen over het kamervoorzitterschap. En er is ook gesproken over de verhouding tussen het stemaantal van de heer Hoekstra en de heer Omtzigt. Jullie moeten echt afstand houden, meneer Baudet en meneer Janssen, want dit is echt heel vervelend. Sorry. Erkent de heer Rutte dan dat als je het hebt over een mogelijk ministerschap, over kamervoorzitterschap, over stemmingen, over een aantal stemmingen, dat het eigenlijk over veel meer gaat en dat het eigenlijk best samengevat kan worden door functie elders? Nee, op geen enkele manier. Als je terugleest, dan staat daarin hoe gaat die uitslag eruit zien? Stabiliteit CDA, afhankelijk van wie van de twee de meeste voorkeurstemmen haalt. Dat was op dat moment nog niet duidelijk. Dat gaat niet over de positie van Pieter Omtzigt. Dat ging over de stabiliteit in het CDA. Dat deel herinner ik me. Dat deel over het ministerschap van Omtzigt herinner ik me niet. En dat stukje over Kamervoorzitter ook niet. En wat er staat, kan ik ook niet ontzorgen. Tot slot, de heer Segers. Er staat in de samenvatting, je moet wat met Omtzigt. Dat is de samenvatting. En dat is veel meer dan, minister. Zou ik een bezwaar hebben tegen het ministerschap? Nee, daar hebben we geen bezwaar tegen. Nee, het ging over veel meer. Het was een veel breder gesprek. En wat voor mij daaruit spreekt, dat is toch een motief. En dat is het motief dat er een vasthoudend Kamerlid is, wat soms een lastig Kamerlid kan zijn, wat om feitenrelazen vraagt. En waar zittende macht, waar een kabinet last van heeft. En dat roept bij mij de vraag op. Wat zegt dat over onze reflectie over macht en tegenmacht? Verhouding tussen kabinet en Kamer. Waarin de Kamer en Kamerleden de plicht hebben om lastig te zijn. De plicht hebben om vasthoudend te zijn. En als ik dan die reflectie zie en dan de samenvatting en dan zie welke gesprekken er zijn gevoerd, dan baart mij dat eerlijk gezegd grote zorgen. Zou ik de heer Rutte kunnen vragen om daarop te reflecteren? En voorzitter, voor de VVD geldt dat wij geen opvatting hebben over waar Pieter Omtzigt, daar gaat het CDA over, daar gaan wij niet over, mocht het CDA gaan regeren, wat Pieter Omtzigt dan gaat doen. Daar hebben wij geen opvatting over. Oprecht niet. Dat heb ik hier een paar keer gezegd. Wat je daar terugziet is, en dat klopt, dat we het hadden over de stabiliteit in het CDA in het kader van de voorkeurstemmen voor beide, voor de lijsttrekker en de nummer 2. Daar hadden we het over, dat herinner ik me. Want het ging over de stabiliteit in het CDA. Wat ik me niet herinner is dat het daar ging over een ministerschap voor Pieter Omtzigt. En dat deel over het Kamervoorzitterschap is al helemaal warrig wat er staat. Althans, is niet goed te reproduceren. En dat staat op geen enkele manier in mijn herinnering. Maar dat stuk over ministerschap kan ik alleen terugleiden naar het feit dat ik een paar dagen daarvoor daarover had gesproken met Hoekstra, naar aanleiding van zijn uitspraak in de campagne. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Dat het nog in je hoofd zit en dat je zegt, ja, weet je, dat zou kunnen. Zo is het waarschijnlijk gegaan. Maar toen ik vorige week tegen de NOS zei, ik heb het niet gehad over Pieter Omtzigt, was dat de oprechte herinnering van mij aan dat gesprek. Mevrouw Kaag, en dan de heer Van der Staaij, en dan mevrouw Simons. Meneer Rutte, u kent mij. Ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week ook namens mij op dat moment bij de NOS gesproken, u benoemde het zelf al, en bevestigde dat wij allebei geen bijdrage, opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen. Want in de politiek en het leven heeft een mens hopelijk goede gezondheid, maar het grootste goed is de individuele integriteit. Voor de woorden kunnen staan. Dus ik heb 3 vragen. Heeft u nooit, zoals ook anderen hebben gevraagd, de film in uw hoofd afgespeeld? Heb ik het ooit over Pieter Omtzigt als Kamerlid gehad? Ben ik bezig geweest met functies? U houdt van regelen. Ik weet dat ik dat niet heb gedaan. U kunt ook aan het verslag zien dat ik het over geen enkele persoon heb gehad, want ik heb vanuit de inhoud gewerkt. Maar ook ik ben die film zelf afgegaan om te denken, zou het mogelijk geweest zijn dat ik wie dan ook heb benoemd? Dat is 1. Het tweede is, met deze schade die toch is opgetreden, constateer ik ook dat er toch in de laatste jaren zeker, wat ik ook zelf heb kunnen observeren, een patroon is. Een patroon van vergeetachtigheid, amnesie, ik ben het vergeten. Hoe kunt u dan in de grootste crisis die we hebben in Nederland dat vertrouwen, wat denk ik weer geschaad is, alsnog herstellen? En ik vraag u daarop te reflecteren, als mogelijk de langzittende premier, maar in ieder geval de leider van de grootste partij. Daar wordt nu naar u juist ook gekeken. De heer Rutte. Ja, voorzitter, eerst over die eerste vraag. Ik heb het gehad met Hoekstra na de verkiezingen en voor dat gesprek
over Omtzigt zoals dat net schetst. Dat zal ik niet herhalen. Dat heb ik net toegelicht hoe dat gesprek ging en waarom we dat gesprek hadden naar aanleiding van uitspraken van Wopke Hoekstra in de campagne. Als ik u weer zeg dat ik naar eer en geweten de pers te woord heb gestaan, dan is dat zo. Dan sta ik hier de waarheid te vertellen. De enige verklaring is dat in een gesprek mogelijk datgene wat ik met Hoekstra besproken had, ook daar dus even aan de orde is geweest over dat ministerschap, als dat nodig zou zijn, en dat de VVD er geen opvatting over heeft. Dat zou kunnen, maar ik herinner me dat niet. Dat is de waarheid. En daarmee heb ik ook uw tweede vraag beantwoord. Ik sta hier niet te liegen. Ik vertel hier de waarheid. Mevrouw Kaag. U hoeft hem nu niet te beantwoorden, maar ik wacht ook op het verslag natuurlijk van de verkennersdebat. Geschaad vertrouwen is niet iets wat u kan constateren of met één opmerking wegnemen. Het geschaad vertrouwen is niet alleen aan u, het is aan ons allen om die vraag te beantwoorden. Er is schade, zware schade opgelopen. Is het nog mogelijk dat te herstellen? En dat is de crux van het debat. Dat is niet een ja of nee of ik lieg niet tussen aanhalingstekens. Dat is veel zwaarder dan dat. Dus ik vraag u wel de ernst van dit hele verloop op uw schouders te nemen. Want anders is er denk ik geen uitweg. Dat is een hele lastige. Ja, maar dat ben ik met mevrouw Kaag eens, voorzitter. Dus waar het gaat om mijn te woord staan van de NOS, namens mezelf in ieder geval, dat deel is, en ook trouwens wat ik over mevrouw Kaag zei, blijkt ook aan het verslag te kloppen. Mijn deel blijkt niet te kloppen, maar ik heb dat naar eer en geweten gedaan. Dat is dat stuk. Het tweede is dat natuurlijk al een week gaat over Pieter Omtzigt functie elders. Ik geloof niet dat je dat uit mijn stuk van het verslag nu kunt afleiden, dat dat daar de oorzaak van is. Maar dat is een vraag die we ook aan de verkenners moeten stellen. Het derde is, wat ook de heer Hoekstra hier net vaststelt, de puinhoop waar we nu al 2 weken mee zitten. Die vind ik verschrikkelijk. Want het land moet bestuurd worden. We moeten met elkaar verder. Er moet een regering komen die handelingsvaardig is. Die de crisis verder kan aanpakken. En een demissionair kabinet doet zijn best. Maar het is uiteindelijk beter voor Nederland als er een volwaardige regering komt. En dat betekent dat we met elkaar deze scherven hebben te bezien. En met elkaar zo goed mogelijk moeten proberen het proces weer verder te leiden. En daar voel ik mij zeer, zeer verantwoordelijk voor. Kan ik zeggen tegen mevrouw Kaag. En ik weet zij ook. De heer Van der Staaij. Voorzitter, ik sta hier aangeslagen. Want vertrouwen is het cement wat nodig is bij de vorming van een nieuw kabinet. Vertrouwen versterken is een belangrijke opgave, zeiden bijna alle partijen in de komende periode. En dan hoor ik nu de minister-president telkens weer herhalen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Maar ik heb het toch goed begrepen dat hij gewoon niet de waarheid heeft gesproken tegenover de media. De heer Rutte. In ieder geval op dat moment en tot het moment dat ik de aantekeningen las van de ambtenaren die bij de gesprekken aanwezig zijn, was bij mij de overtuiging dat het daar niet anders dan over hoeveel voorkeurs zouden stemmen zouden Omtzigt of Hoekstra halen, dat deel herinner ik me. Maar over de positie van Omtzigt, zoals het daarin staat, minister, Omtzigt minister en nog een paar dingen, daar heb ik geen herinnering aan dat we dat besproken hebben in dat gesprek. Dat was ook eerlijk gezegd herinnering van de twee verkenners die zij natuurlijk naar buiten hebben gebracht. Maar ik praat nu voor mezelf en voor mij geldt dat dat zo is. En toen ik dat las, dacht ik, daar hebben we het dus wel over gehad. Wat er staat is niet vreemd, want dat is precies hoe de VVD erin zit. Er was ook niks op tegen geweest als ik me dat had herinnerd om dat wel naar buiten te brengen. Er is helemaal geen motief om dat niet te doen. Is wat anders dan Omtzigt functie elders. Maar ik moet hier de waarheid spreken. En de waarheid is dat ik op dat moment naar eer en geweten die pers te woord heb gestaan. Ik kan niet hier onzin vertellen. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter. Maar ik merk dat de minister-president toch vermijdt om te zeggen, terwijl dat wel gewoon de kern is die iedereen ziet en wat ook die schade geeft. Hoe het ook zij, hij heeft niet de waarheid gesproken. Want hij zei op een heel gevoelig punt waar iedereen zich mee bezig hield, alsof het leek alsof een lastig Kamerlid weggepromoveerd moest worden, zei, er is helemaal niet over gesproken en we zien de stukken en er is wel over gesproken. En dat is gewoon uitermate schadelijk voor het vertrouwen in de kabinetsvorming, het vertrouwen in de overheid. Ja. Dus ik zit echt ook met de vraag bij deze scherven, hoe kan een weg verder in de ogen van de minister-president nu uitzien? Ik ben dat overigens met de heer Van der Staaij eens, dat uiteindelijk het dus onwaar is wat ik daar zei. Maar niet met de bedoeling om de onwaarheid te spreken. Maar het was onwaar, daar heeft hij gelijk. Want dat zie je nu in die aantekening. En wat denk ik vandaag moeten doen, is dit debat voeren. En ik hoop ook dat dit debat kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen doordat we dit debat voeren. En vervolgens met elkaar kijken hoe we de volgende stappen gaan zetten in deze kabinetsformatie.
En hiervan lering trekken, de scherf bij elkaar ruimen, even een stap achteruit doen, maar vervolgens proberen ook toch weer het proces zo snel als dat zou kunnen op de rails te krijgen. Daar heb ik nog wel ideeën over, maar ik vind dit niet het moment om daarover te praten. Want dan is het net alsof ik me probeer achter dit moeilijke probleem weg te praten. En ik vind dat ik eerst de Kamer heb te spreken over wat ik gezegd heb tegen de media op die donderdagavond. Dan heb ik mevrouw Simons, de heer Eertmans, mevrouw Van der Plas, de heer Dassen, de heer Baudet en mevrouw Den Haan. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Ik heb de heer Rutte een aantal keer horen zeggen dat hij naar eer en geweten hier verklaart dat hij zich een aantal dingen kan herinneren. En dat wil ik voorzitter, wel zorgen over de eer, het geweten en het geheugen van de heer Rutte. Ik sluit me aan bij al die mensen die al eerder onbevredigd achter zijn gebleven omdat ze geen antwoord hebben gekregen op de vraag: hoe denkt u nou zelf dat het verder moet? Hoe moet Nederland, 17 miljoen mensen, vertrouwen hebben in de minister-president? U moet even, ja. Hoe moeten zij vertrouwen hebben in de minister-president met zulke eer, zo'n geweten en dit geheugen? Ja, ik zit even te zoeken waar de link is met eer en geweten, want dat zou een punt zijn als ik hier zou staan te liegen. En dat doe ik niet. Ik spreek hier de waarheid. En de waarheid is dat ik op dat moment tegen de pers zei wat ik tegen de pers zei, omdat dat oprecht is, zoals ik mij de gesprek herinnerde, dat het niet ging over de positie van Pieter Omtzigt. De heer Van der Staaij heeft gelijk. Als u het verslag leest, blijkt dat niet waar te zijn. Blijkt de waarheid heel anders te zijn, namelijk dat het er wel over ging. En dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar ik kan hier niet, dat kan ik hier niet goed maken. Daarvoor kan ik alleen zeggen dat ik dat ongelooflijk erg vind. Ik geloof niet dat daardoor het een week langer heeft geduurd. Want die opmerking over minister is volgens mij wat anders dan Omtzigt functie elders. Ik denk echt dat dat ging, denk ik althans, was mijn interpretatie, in functie buiten Den Haag. Want dan had Hoekstra in een campagne het al gehad over Omtzigt functie elders. En dat had hij niet toen hij zei: ik kan mij Omtzigt voorstellen als minister. Dus dat is echt wat anders dan functie elders. Daar is volgens mij geen misverstand over. Mevrouw Simons. Voorzitter, dan graag nog antwoord op mijn vraag. Hoe denkt meneer Rutte zelf dat de Nederlander nog vertrouwen kan hebben in deze eer, dit geweten en dit geheugen? Nou ja, voorzitter, ik leg hier verantwoording af door te zeggen: ik heb daar een fout gemaakt. En mijn herinnering klopte niet en dat blijkt ook uit die aantekeningen. En volgens mij is het zo in Nederland en in de hele wereld, en dat is volgens mij eer en geweten, om die woorden te herhalen van mevrouw Simons. En dat is dat als je een fout maakt, dat je die benoemt en hier ook probeert daarmee recht te zetten. Het is vervolgens aan anderen in Nederland om daar iets van te vinden. Ik stel alleen vast dat ik daar geen bedoelingen had anders dan de waarheid te spreken. En als je nu de feiten ziet, dat het er wel over is gegaan, dat betreur ik zeer. Dus ik heb dat verkeerd gezegd. Maar de intentie was niet om daar iets verkeerds te zeggen of daar te liegen. Ja, mevrouw Simons, tot slot. Voorzitter, de heer Wilders heeft vanmorgen een suggestie gedaan over een manier waarop meneer Rutte dit recht zou kunnen zetten. En ik ben erg benieuwd hoe de heer Rutte daar zelf over denkt. In herinnering, ja. Of u de eer aan zichzelf zou willen houden. En voorzitter, ik leg je verantwoording af. En ik hoop dat wij een land hebben waarin mensen ook nog fouten mogen maken. Dat hoop ik wel. De heer Eertmans. Ja, voorzitter, ik kijk naar de heer Rutte en ik zie eigenlijk ook iemand die hier, ik zie het ook aan haar lichaamshouding, eigenlijk heel moeilijk meer onderuit komt. Hè? Het vertrouwen wat afbrokkelt, dat zie je toch gebeuren. Ik vind het ook een beeld te zien aan de oud-verkennis, aan hun lichaamshouding. Want ik had mezelf vele redeneertrends voorbedacht die de heer Rutte zou kunnen houden. Deze had ik zelfs niet kunnen verzinnen. Ik heb er geen herinnering aan. U herinnert zich wel ambtenaren die u hebben toegeknikt, begrijp ik, in het gesprek. Maar u herinnert zich niet het meest ongunstige waar het de hele week al over gaat. Namelijk de positie van de heer Omtzigt. En het is natuurlijk een traditie dat u wel gunstige dingen kunt herinneren, maar de slechte wat minder goed. En mijn vraag is eigenlijk over de heer Omtzigt. Je moet wat met Omtzigt. Dat staat er. Hè? U zegt, ja, we hebben het CDA erover gehad. Met Hoekstra natuurlijk ministerschap voor Omtzigt. Dat heel positief. Ja. Maar het verhaal achter dat zinnetje, en ik neem aan dat u dat ook ziet, is: we moeten er wat mee, want het is een probleem. Was Omtzigt een probleem? De heer Rutte. Ik heb net al gezegd, voorzitter, wat betreft de VVD, wij geen opvatting hebben over Pieter Omtzigt en wat hierna. En dat ik dat ook tegen Hoekstra gezegd had een paar dagen daarvoor. Maar ook de heer Eertmans koppelt nu de uitspraak Omtzigt functie elders aan het feit dat ik mij niet goed heb herinnerd dat ik het wel over Omtzigt heb gehad in de rol van minister. Dat zijn naar mijn absolute overtuiging twee verschillende dingen. De heer Eertmans. Maar dat zinnetje klopt, je moet wat met Omtzigt. Staat in het verslag, dat klopt.
Ik herinner me dat hele stuk van het gesprek niet. Dus dat kan ik toch hier niet bevestigen. Ik kan alleen zeggen dat ik niet voor niks natuurlijk met Hoekstra gebeld had die vrijdag. Om te zeggen, luister, ik heb je dat in de campagne horen zeggen, Wopke. Hij zei, ik ga helemaal niet met jou over een kabinetsformatie praten. Nee, dat snap ik. Maar waar het betreft, zou het komen tot een kabinet en Pieter zou minister worden, is dat voor de VVD geen enkel probleem? Gaat nu eventjes... De heer Eertmans. Het gaat niet om de herinnering van de heer Rutte, het gaat om dat het is opgeschreven door een getuige, namelijk de secretaris van het overleg, die onze verslagen ook heeft gemaakt. En die heeft gewoon opgeschreven wat u heeft gezegd, je moet wat met Omtzigt. Dus Omtzigt was een probleem. Het was niet de promotie. Er moet wat met hem gebeuren. Dat is toch de lading van die zin, of niet? Maar dat is toch op zich voorstelbaar? Je weet toch dat Pieter Omtzigt als nummer 2 van het CDA een heel succesvol en geslaagd Kamerlid is. En er was toch een vraag van de heer Hoekstra in de campagne, zou hij minister kunnen worden? Dus dat is op zich toch wel weer denkbaar. Maar ik heb geen herinnering dat wij er dat gesprek eraan gehad hebben. En niet alleen ik niet, ook de verkenners niet. Dat is het hele probleem. Ik zie de heer Hoekstra. Wilt u hierop iets zeggen? Want uw naam wordt genoemd dan... Sorry, ja. Ja. De heer Hoekstra. Voorzitter, het lijkt mij belangrijk om 2 dingen echt heel haarscherp uit elkaar te trekken. Ook naar aanleiding van wat de heer Eertmans net zei. Wat ik net heb onderstreept, is wat de heer Rutte zei ten aanzien van wat hij eerder tegen mij heeft gezegd. Wat heeft hij eerder tegen mij gezegd? Hij heeft contact met mij gezocht. Hij heeft in dat gesprek aangegeven, heeft daarin gevraagd naar hoe het was met Pieter Omtzigt. Hij heeft reagerend op wat ik in de campagne had gezegd, namelijk in antwoord op een vraag van een journalist, zou Pieter Omtzigt minister kunnen worden? Toen heb ik aangegeven, absoluut, maar dat is aan Pieter Omtzigt en aan mij. En dat heb ik toen tegen die journalist gezegd. Toen heeft de heer Rutte vervolgens aangegeven dat dat voor de VVD akkoord was, dat daar geen enkel bezwaar tegen bestond, woorden van gelijke strekking. Vervolgens heb ik dat hele gesprek afgehouden, want ik wilde daar niet een soort preformatie met de heer Rutte ingerommeld worden. Maar wat wel belangrijk is, ook voor dit debat, is om volstrekt uit elkaar te trekken dat gesprek in die context met die afronding. En zinnetjes zoals die in het verslag staan, die natuurlijk gaan over wat anders. Want daar staat in, functie elders, daar staat in, we moeten wat. Dat zijn 2 volstrekt verschillende dingen. Het ene heeft te maken met het verslag en met de gesprekken met de verkenners. Het andere heeft te maken met een veel beknopter gesprek wat de heer Rutte en ik gevoerd hebben. Ja, helemaal herkenbaar. Goed. Ja. Mevrouw van der Plas. En dan de heer Dassen. Gaat u gaan. Ja, voorzitter. Ik zou de heer Rutte graag willen vragen of hij niet heel snel een einde wil maken aan deze beschamende vertoning. Het hele land schaamt zich echt helemaal dood. We zien het niet nu, maar we voelen dat wel. Er wordt hier continu gezegd, ik heb er geen actieve herinnering aan. Ik denk dat ik het wel 100 keer heb gehoord. Het is echt totaal ongeloofwaardig. Dus ik wil echt vragen, verlos ons uit dit lijden en geef gewoon toe dat u het er wel over heeft gehad. Pieter Omtzigt is een hele, hele bekende politicus. Dat is hij niet alleen nu en niet alleen vorige week, dat was hij daarvoor al. U gaat mij niet vertellen dat u niet meer weet dat u het woord Omtzigt niet hebt genoemd in dat gesprek. De heer Rutte. We hebben het niet over Pietje Puk gehad, we hebben het over Pieter Omtzigt gehad. Zeker. De heer Rutte. En ik spreek je de waarheid. Ik spreek je de waarheid als ik zeg dat in mijn overtuiging, het spreekt niet over functie, zeker niet elders, of überhaupt, ze gaan over Pieter Omtzigt, anders dan in, wat ik wel herken, wie van de 2 haalt meer voorkeurstem bij het CDA. Dat klopt, daar hebben we het over gehad, dat herinner ik me. Omdat het ging over de stabiliteit in het CDA en hoe zou dat dan verder uitwerken. Dus dat klopt. Maar dat andere stuk, mevrouw van der Plas, spreekt er maar uit. Mevrouw van der Plas. Ja, u kunt dat nog 100 keer zeggen. Ik weet niet wat er in uw hoofd omgaat. Maar het kan niet zo zijn dat u dat niet meer weet. Dat is echt onmogelijk. En als dat inderdaad zo is, laten we die 0,0001% aannemen dat dat zo is, dan denk ik dat u nu sowieso meteen moet zeggen dat u niet meer geschikt bent als minister-president. Want iemand met zo'n geheugen en keer op keer kan niet ons land leiden in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Dat is gewoon totaal onmogelijk. De heer Rutte. Dus of linksom of rechtsom, ik zou zeggen, laten we gewoon stoppen en dan hebben we in ieder geval dit deel van het debat gehad. Mevrouw van der Plas, ik spreek je de waarheid. Ik heb hier een fout gemaakt. Mijn geheugen is dat hier tekort geschoten. Wat ik hier zeg is waar. Ik lieg hier niet.
En het is verder aan Nederland, Kamer, iedereen om daar iets van te vinden. De heer Dassen. Ja, mevrouw de voorzitter. Waarschijnlijk stond de heer Rutte hier, net als ik ooit, vol van zin om te gaan veranderen, om verantwoordelijkheid te nemen en ook zeker om vertrouwen uit te stralen. En in navolging van de heer Klaver vraag ik mij dus ook af in het lijstje van de heer Klaver van die jonge Mark Rutte, van toen die hier stond. Wat vond hij acceptabel voor een minister-president om in al die jaren heel vaak het geheugen te verliezen bij hele grote onderwerpen? Wat is daarvoor acceptabel nog? Ik heb net al gezegd dat de voorbeelden die de heer Klaver noemde, dat van ieder van die voorbeelden is uit te leggen dat ik daar de waarheid heb gesproken. Van ieder van die voorbeelden. De heer Dassen. Ja, mevrouw de voorzitter. En dan vraag ik eigenlijk ook nu aan van wat vindt de minister-president of wat vindt de demissionair minister-president nu eigenlijk belangrijk aan het hebben van een goed geheugen? Hoe belangrijk is dat voor u? Dat is zeer belangrijk en dat is hier totaal fout gegaan. Slot op dit punt, de heer Dassen. Tot slot dan, van als u dan kijkt naar al die geheugenverliezen van de afgelopen jaren, hoeveel kunnen er nog bij voordat u zegt van het is niet meer acceptabel? Ik zei net al dat het lijstje wat de heer Klaver net noemde, dat van ieder van die voorbeelden te benoemen is dat ik daar de waarheid heb gesproken. Hier ook, hier helaas heeft het verheugen mij in de steek gelaten, niet alleen mij, maar ook mij. Ik hou staande dat de opmerking omzicht functie elders echt wat anders is dan omzicht minister. Dus die twee met elkaar verbinden zou ik echt onterecht vinden. Maar dat vraag ik, daar vraag ik begrip voor dat standpunt. En ik ben misschien niet de enige die dat heeft. Maar niettemin heb ik gezegd tegen de NOS en tegen RTL, het is er niet over gegaan, het is er wel over gegaan. En die mededeling was oprecht. Dan heb ik de heer Baudet en dan mevrouw Den Haan. De heer Baudet. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Twee vragen. Is de heer Rutte vanochtend naar het verkenningskantoor gegaan om die mails te lezen of heeft hij op een andere manier kennis genomen daarvan? De heer Rutte. Nee, voorzitter, ik ben niet vanmorgen naar het verkenningsbureau gegaan. Ik hoorde vanmorgen om 19:30 via niet wat er verder in die stukken stond, maar specifiek over omzicht dat er zo in stond, om 19:30 vanmorgen. Dit begrijp ik niet helemaal. Kunt u de heer Baudet iets specifieker zijn hoe dit nou gegaan is? Vanochtend om 19:30 via. Heeft u uw eigen gespreksnotities toen toegestuurd gekregen? Niets of toegestuurd gekregen. Ik hoorde om 19:30 vanmorgen via. Ik kan die bron niet onthullen, dat is vertrouwelijk. Ik geef de heer Baudet oprecht antwoord. Ik hoorde vanmorgen om 19:30 via. Dat in die notities stond omzicht minister. Dat hoorde ik vanmorgen om 19:30. De heer Baudet. Terug. Volgens mij is dit hele debat is gebaseerd op het idee dat wij vanochtend tussen 9 en 10 allemaal als Kamerleden. En in dit debat is Rutte ook een Kamerlid. Hè? Hij staat hier niet als minister-president, staat hier als Kamerlid. Tussen 9 en 10 mochten wij zien wat er aan verslagen waren van die gesprekken. En dat is allemaal voor ons allemaal hetzelfde geweest. En nu horen wij dat hij om 19:30 vanochtend via. Ja. Dus wat gebeurt er dan? Een belletje of een sms'je? Kan ik je niet zeggen, dat is vertrouwelijk, maar ik heb vanmorgen om 19:30 gehoord. Ja, vertrouwelijk. Dat er wel over Pieter Omtzigt was. Maar van wie dan? Ik de wil heer toch Baudet, even. Tot slot. Ja, nou, ik wil de Kamer eigenlijk een vraag om. Ik wil graag een punt van orde maken. Ja? Ik vind dit namelijk buiten de orde van de vergaderafspraken vallen. Dit is duidelijk dat Rutte dat niet als Kamerlid heeft ontvangen, die informatie. Hij heeft blijkbaar een andere positie dan wij allemaal, terwijl hij hier staat als Kamerlid en ook wordt aangesproken op gedrag in de formatierol of verkenningsronde, dus ook als Kamerlid. Ik vind dit onacceptabel. Wat is uw punt van orde? Nou, ik wil dat wij dit niet accepteren. Dat we niet accepteren dat hij zegt via en dat hij daarmee wegkomt. Voor de helderheid, voorzitter. In ieder geval, ik heb een punt van orde. Op geen enkele manier gelinkt met algemene zaken. Helemaal daarbuiten, dat wil ik hier gezegd hebben. Maar ik hoorde via, vanmorgen om 19:30, dat is de waarheid. Dat in mijn gespreksverslag, of in de aantekeningen die eronder lagen. Maar dit kan toch niet dat wij dit meneer accepteren? Baudet, meneer Baudet, u heeft een punt van orde. Wat is het punt van orde dat u wil voorstellen? Ja, dat laat ik aan de heer Klaver om dat te formuleren. Voorzitter. De heer Klaver. Dank u wel. Meneer Baudet, dit belooft veel voor de komende periode.
Ik zou het volgende willen voorstellen. We geven de heer Rutte, stellen we nogmaals de vraag, en hij heeft de mogelijkheid om te antwoorden wat via betekent. Zo niet, dan schorsen we dit debat en dan halen we het hele kantoor van de verkenner overhoop. Want ik wil nu weten waar deze informatie vandaan komt. Wij hebben inderdaad vanochtend tussen 9 en 10 informatie kunnen krijgen. Als je om 19:30 deze informatie hebt gehad, of de heer Rutte vertelt het ons, of we gaan opnieuw informatie opvragen. Wie heeft er contact gehad vanochtend met de heer Rutte? Welke documenten zijn er gedeeld? Ja, is er gemaild? Is er geappt? Is er gebeld? Dus dat is mijn punt. Als u mij de kans geeft. Ja, dat wil ik nu doen. En maar kort formuleren, zodat ook collega's kunnen zeggen, we steunen het of niet. Als de heer Rutte geen antwoord geeft op de vraag wat via betekent, zou ik willen schorsen. En dan zou ik u willen verzoeken, want de verkenners zijn bij onze dienst, om u naar de verkenners te gaan om te vragen wie er contact heeft gehad met de premier. En alle informatie die daar voor me nodig is, naar boven te halen. Ja, voorzitter, dan moeten we schorsen, want ik moet daarvoor een bron prijsgeven en dat vind ik goed. Ingewikkeld. Dat is niet algemene zaak, wil ik hier nog een keer zeggen. Goed. Maar ik vind dat wel ingewikkeld. Het punt van orde, wel of geen steun. Hetzelfde punt, ja? Punt van orde, steun. Kijk, voor ons gelden hier allemaal dezelfde regels. En het kan niet zo zijn, dat is gewoon corruptie, dat één partij of de minister-president de informatie via krijgt en wij niet. Dus ik vraag u inderdaad om nu te schorsen om de informatie te krijgen. Goed, ik wil toch kijken of dit punt van orde breed wordt ondersteund. En u hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Dus jullie hebben allemaal 5 minuten spreektijd en interrupties. Daar kunt u ook uw andere punten maken. Dan ga ik naar mevrouw Den Haan. U stond voor iets anders, maar nu is de vraag, steunt u het punt van orde? Ik stond voor wat anders inderdaad, maar ik steun het punt van orde en ik schort mijn verdere vraag even op. Ja, de heer Azarkan. Ja, voorzitter, ik steun het voorstel van collega Klaver. Ik zeg er wel bij, ik denk dat het verstandig is dat de verkenners een overzicht laten zien van wie dan die kennis had. Dus als die persoon niet hier kan komen om het aan de Kamer mede te delen, wil ik graag beschikken over een document wie de informatie had die ertoe heeft geleid dat iemand anders, namelijk de heer Rutte, al om 19:30 over die informatie beschikt. Ik wil graag een overzicht van wie toegang heeft tot die informatie. Dus u steunt het verzoek, mevrouw Ploemen? Steun voor verzoek van collega Klaver. Mevrouw Simons, ik kijk gewoon wie dicht bij de microfoon staat. Ja, mevrouw Simons. Voorzitter, ik steun het verzoek, maar zou daaraan willen toevoegen dat gezien het feit dat er gisteren nog geen documenten waren die er vanmorgen wel opeens waren, we ook dat tijdsvak wat ruimer willen hebben. Dus niet alleen vanmorgen 19:30, maar de laatste 24 uur. Zou ik graag willen weten of er contact is geweest tussen bijvoorbeeld de heer Rutte en de verkenners over de documenten die we gisteren niet kregen, maar die er vanmorgen wel waren. Terwijl de verkenners hadden gezegd dat ze alles al hadden gegeven. Ja. Mevrouw Marijnissen. Dank u wel, voorzitter. Steun voor het verzoek. Het wordt steeds gekker. Mark Rutte had er zelf geen herinneringen aan. We hadden 2 verkenners in de zaal zitten. Die hadden er ook geen herinneringen aan. En de ambtenaar was het niet. Dus wie was het dan wel? Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter. Steun voor het oorspronkelijke verzoek en alle aanvullingen van de collega's. Ja. Kijk, de heer Hoekstra. Steun voor het verzoek, voorzitter. Mevrouw Kaag. Ik steun het verzoek en de schorsing ook die gevraagd is om dan in zo snel mogelijk helderheid te kunnen verschaffen. Ja, de heer Segers. Steun voor het verzoek. Wie heb ik nog niet? De heer Van der Staaij, mevrouw Van der Plas, de heer Eertmans. Steun voor het. Steun voor het verzoek en ook steun voor alle extra informatie die wordt gevraagd. Ja, ik zie de heer Datsen sneller lopen naar de microfoon dan de heer Eertmans. Steun voor het verzoek. Ja, de heer Eertmans. Ja, in de microfoon, want het is wel van belang. Precies. Ja, steun van de einde, dank u wel. Ja, heb ik iedereen gesproken? Dan, het punt van orde is om nu te schorsen en informatie over de opmerking van de heer Rutte op te vragen. Dan stel ik voor om een 19:30 te schorsen, is dat voldoende? Kijk ik ook naar de heer. Ik hou contact met u. Ja, ja. Oké, dank. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment gesloten.